Beste supporters, hartelijk welkom voor een nieuwe uitzending van KSVO TV. En vandaag zijn we te gast bij onze sponsor van de week, BMW Danink. Ik moet zeggen, het valt hier allemaal heel goed mee. Ik zit heel comfortabel. En we gaan nu het gesprek aan met de sales manager van BMW Danink, Koen van Steenbrugge. Dames en heren, Koen van Steenbrugge is de sales manager van BMW Danink. En we gaan hem vandaag aan een aantal vragen onderwerpen, uiteraard rond BMW Danink zelf en voor een stuk ook rond Koen en wat hij voor BMW Danink doet elke dag opnieuw. Koen, kan je starten met 2 minuutjes toelichting rond de geschiedenis van BMW Danink Oudenaarde? Zeker en vast, Guido. Ik wil jullie eerst en vooral welkom heten in onze showroom. Guido, Kurt, we kennen elkaar al een tijdje. Van harte welkom. De geschiedenis van BMW Peter Danink start eigenlijk in 1996. 97 de garage opgestart in Lathem. Waar eigenlijk de roots en alles opgestart is door Peter Danink. Dan eigenlijk op vraag van BMW, iets later is de vraag gekomen naar Oudenaarde iets op te starten. Uiteindelijk is het startpunt dan geweest januari 2010 met het salon, dat wij hier in Oudenaarde de showroom geopend hebben. Sindsdien moeten wij rekening houden dat wij de beide concessies samen toch ongeveer 1000 auto's per jaar verpatsen. Wat voor BMW zeker niet slecht is. Zoals je zei, Koen, hebben jullie 2 concessies. Lathem en Oudenaarde. Ik kan mij voorstellen dat dat 2 verschillende regio's zijn met een verschillende aanpak. Of zijn er meer gelijkenissen dan verschillen tussen de 2 concessies? Wel, Guido, Oudenaarde en Lathem zijn uiteraard 2 concessies van BMW. Maar toch wel met een totaal andere markt en een totaal andere garage die daar eigenlijk achter zit. In die zin heeft Lathem het meer van de grotere fleet klanten. Dat zijn dan voor BMW mensen met 10 of meer wagens die dan ook op jaarlijkse basis dergelijke aantallen bestellen. Oudenaarde moet het iets meer hebben van de kleinere zelfstandigen, zoals dat er wij in Oudenaarde heel veel hebben. En iets minder van die echt grote fleetklanten dan. Als je daar eigenlijk een percentage zou willen opkleven, dan moet je rekening houden dat Lathem eigenlijk 65% grote fleetklanten heeft en 35% kleinere en particuliere klanten. Terwijl dat in Oudenaarde net het omgekeerde is. Ik vertel geen geheim als ik zeg dat de automobielmarkt in volle beweging is. En wij zijn zeer nieuwsgierig om te horen waar die markt zal staan binnen 10 jaar. Gaan we allemaal met een elektrische wagen rijden, Koen? Gaan we allemaal met deelwagens rijden? Gaan we allemaal online bestellen? Of zullen de zelfsturende wagens deel uitmaken van het normale gebeuren? Guido, ik weet niet of jij een glazen bol hebt, maar ik heb dat alvast niet. Daarom vraag ik het aan u, Koen. Ja, het is, automobiel is inderdaad de dag van vandaag enorm in beweging. Het evolueert supersnel. Wat het binnen 10 jaar gaat doen, is echt koffiedik kijken. Volledig autonoom rijden zal waarschijnlijk er nooit echt doorkomen vanwege de restricties die opgelegd zijn, vanwege de wetgevingen en zo verder. Wat gebeurt er dan indien er een ongeval zou gebeuren? De auto kan nooit verantwoordelijk gesteld worden, dus dat denk ik niet dat dat nog verder gaat evolueren. Wat we wel weten is dat uiteraard de elektrificatie van de wagens van het merk BMW, dat dit enorm aan het evolueren is, dat wij meer en meer hybride wagens en nu ook elektrische wagens krijgen. Dit is logisch, de vraag is er. Het fiscale aspect speelt bij iedereen de dag van vandaag een enorme rol. Fiscale aftrekbaarheid van 50% of een fiscale aftrekbaarheid van 100%,
Dit zegt misschien niet iedereen evenveel, maar als je dat in een vennootschap gaat bekijken, is dat een enorm verschil. Je moet rekening houden als je een wagen hebt die fiscaal 50% aftrekbaar is, is die eigenlijk 50% niet aftrekbaar. Of in een vennootschap noemen we dat dan verworpen uitgaven. Op die verworpen uitgaven word je 25% belast. Dan kan je gaan zeggen van oké, mijn auto kost x aantal duizend euro's. Als ik dat snel ga uitrekenen, die 25% belasting, dat valt al bij al nog mee. Inderdaad, maar dat is dan heel kort door de bocht. Want je moet rekening houden dat dit niet over de aankoop van de auto spreekt, maar alles wat er rondgaat. Met andere woorden, alles naar verzekering, taksen, onderhoudsfacturen en niet te vergeten brandstofkosten die natuurlijk ook, als je dat op een periode van 5 jaar bekijkt, enorm kunnen zijn, afhankelijk van de kilometers. Wij hebben daarvoor handige TCO-calculators, zoals dat wij dat noemen. TCO is de Total Cost of Ownership, waarin dat wij ons klanten gaan begeleiden. En waarin dat wij de klanten gaan zeggen van kijk, let op, als je een auto koopt die nu momenteel een benzine of een diesel is, met een fiscaal aftrekbaarheid van 50 à 60%, dit is uw volste recht, maar weet, als je naar een hybride gaat of naar een elektrisch voertuig gaat, dat je dan 100% fiscaal aftrekbaar kan zijn. De taksen liggen een stuk lager. Het voordeel alle aard dat iedereen mee belast wordt die geniet van een wagen die ingeschreven staat op een vennootschap, ligt een pak lager. En dat maakt eigenlijk het volledige plaatje van een hybride of van een elektrische wagen een stuk aantrekkelijker. Koen, het zou mij zeer verwonderen mochten jullie samen met de directie van Peter Daning niet met de toekomst bezig zijn. Maar waar willen jullie staan binnen 5 jaar met deze concessie? Gaat die er bijvoorbeeld anders uitzien? Hebben jullie daar ideeën over? Wel Guido, je vraagt mij terug om in de glazen bol te kijken. We willen iets bijleren, hè Koen? Ja, uiteraard. Waar wij binnen 5 jaar gaan staan, hoop ik dat wij gaan blijven groeien met de garage hier. Wat wil ik daarmee zeggen? Wij zitten eigenlijk de laatste jaren met een heel goed team, hier in Oudenaarde, ook in Lathem uiteraard. Met dat team kunnen wij verder uitbouwen naar de toekomst toe. Zowel op het gebied van een netwerk uitbouwen, wat wij dan graag samen uiteraard met KSVO doen. Maar ook naar alle bedrijven toe in Oudenaarde, waar wij nu onlangs sinds een jaar of twee een fleet manager aanvaard hebben, Michiel, die ook dat zeer goed doet en de bedrijven zeer correct en kordaat opvolgt hier in Oudenaarde en omstreken. Dus ik denk dat er nog wel heel wat in de mars zit voor onze concessie op een periode van 5 jaar. Koen, ik weet dat het autosalon voor automobielverkopers zeer belangrijk is. Een belangrijk deel van de verkopen gebeurt in de periode van het autosalon. Er is geen autosalon dit jaar. Wat is de impact en hoe hebben jullie de dingen anders moeten aanpakken dit jaar? Dat klopt Guido. Het is ondertussen 22 jaar dat ik in automobiel actief ben. Het is de eerste keer dat ik weet dat het salon niet doorgaat. Wij hadden gedacht dat eigenlijk de showroom overvol ging lopen van de klanten, aangezien die niet terecht konden in Brussel. Maar dat is niet zo gebleken achteraf. Wat hebben wij vastgesteld? Wij hebben in de showroom iets meer trafiek gehad, maar de klanten waren eigenlijk allemaal interessante klanten. Wat wij eigenlijk vastgesteld hebben is dat wij nu heel weinig klanten ontvangen die eens komen shoppen, die eens komen kijken. Mensen hebben zich op internet, met de computer, met de tablet, met de telefoon al heel goed voorbereid over welk merk ze eventueel interesse tonen. En zij komen dan naar de garage en zij krijgen hier dan van ons de nodige uitleg. En wij zien eigenlijk dat het slaagpercentage van de mensen die de showroom bezoeken een pak hoger ligt dan vorig jaar. Corona. Het kan niet anders dan ook eens over corona spreken. Wat is de impact van corona op BMW Daning? En daaraan gekoppeld, gaan jullie een aantal dingen blijven doen die jullie geleerd hebben uit de coronaperiode?
Wel, Guido, corona heeft natuurlijk ook zijn gevolgen gehad op ons garage. Het is niet leuk als je aan uw mensen moet vragen om thuis te blijven, omdat er beslist is dat er een lockdown is, dat onze showroom tot 2 maal toe is moeten dichtblijven. Dat heeft zijn gevolgen gehad op de verkoopcijfers van vorig jaar. Alhoewel dat wij bij BMW daar zeker niet mogen over klagen. Als wij de nationale statistieken bekijken, dan doet BMW het 1% minder goed dan het jaar daarvoor. Terwijl er sommige merken tot 35-40% minder goed doen. Dus op dat vlak komen wij er ook terug zeer positief uit. BMW heeft er ook voor gezorgd dat wij eigenlijk op alle momenten, op alle vlakken, ondersteund werden om dat digitale zo snel mogelijk onder de knie te hebben. Zodanig dat onze mensen gecoacht geweest zijn, zodanig dat we onze klanten op een correcte manier digitaal hebben kunnen ontvangen. En ja, hoe raar het ook klinkt, wij hebben auto's verkocht online. Wij hebben mensen gehad die ons online contacteerden en via een Skype-meeting dan prijzen gevraagd hebben, informatie gevraagd hebben. En zo de auto besteld. Toch wel, ja. Onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk, maar waar. Ja. Koen, hoe word je een topverkoper? Oh. En meer nog, ben je daarmee geboren? Was je toen je 7 was ook al bezig met het verkopen van allerhande spullen? Of is dat geleidelijk aan gegroeid? Guido, bedankt voor het complimentje. Topverkoper, ik weet niet van waar je het haalt. Ik ben benieuwd, Koen. Ja. God, ik ga zeggen, als ik jong was, 18, 19 jaar, je kocht je eerste auto. Ik heb eigenlijk nooit lang met mijn auto gereden. Het was altijd zo dat ik die na 3-4 maanden verkocht. Aan een andere prijs dan de aankoopprijs? Uiteraard, Guido. En ik kocht mij altijd een nieuwere wagen, en een mooiere wagen, en een recentere wagen. En zo eindig je bij BMW natuurlijk. Zo is dat eigenlijk gegaan. Je weet, mijn opleiding als handelsregent heeft daar weinig mee te maken. Maar ik heb altijd al van jongs af aan een passie gehad voor automobiel. En dat is er in de jaren heen alleen maar sterker en sterker op geworden. Ik kan mij voorstellen dat zeker in bepaalde perioden er druk moet zijn rond. Er moet verkocht worden, financiële druk. Hele organisatie, een heel bedrijf met heel wat kosten. Wat doet druk met Koen? Heeft dat een effect op uw privéleven? Ik denk, Guido, dat mijn vrouw dat soms wel eens voelt als ik 's avonds thuis kom, dat het iets minder goed gegaan is in de showroom. Ik ben daarvan overtuigd. Je kan dat niet zomaar wegsteken. Mijn vrouwtje kent mij ook al 25 jaar. Wij komen daarin goed overeen, dat is zeker geen probleem. Ik doe ook altijd, Peter en Katrien weten dat, ik doe altijd alsof het mijn eigen zaak is. Ik kom uit een familie, mijn ouders waren zelfstandig. Ik heb altijd de neiging gehad om het te doen alsof het voor mijn eigen is. Waarmee ik wil zeggen dat ik eigenlijk iedere dag er het maximum probeer uit te halen. Zowel naar de medewerkers toe, zowel naar de klanten toe, zowel naar iedereen die ook maar in contact komt met het bedrijf. En ik denk dat dat zeer belangrijk is, dat je die drive hebt en dat je daardoor de mensen waarmee je samenwerkt kunt boeien en ook de klanten over de streep kan trekken. En wat is uw uitlaatklep, Koen? Oh, werken. En de zondagvoormiddag op mijn stalen roskruipen en de Vlaamse Ardennen verkennen. Fantastisch. Als voetbalclub beginnen we nu aan een belangrijk hoofdstuk van onze vragenronde, Koen. Hoe groot is uw interesse in voetbal eigenlijk? Guido, is zo groot een antwoord voor jou? Bah, dat hangt er vanaf hoe groot dat is voor u natuurlijk, Koen. En zo groot? Ik heb zelf ooit voetbal gespeeld als ik 12, 13 jaar was. Ik heb dat een vol jaar uitgehouden. Mijn zoontje speelt nu ook voetbal, maar de liefde voor voetbal heb ik eigenlijk weinig. Ik heb wel gevoel voor voetbal, ik heb het zelf ook graag gedaan,
Ik zal ook naar de nationale ploeg, als die speelt, graag een keer gaan kijken of zeker op tv volgen. Die matchen zie ik sowieso allemaal. Maar om te zeggen, ik ga iedere zondag naar de kantine van KSVO gaan, dan zal het eerder zijn voor wat er in de kantine gebeurt dan wat er op het plein gebeurt. Om de 2 weken is voldoende, Koen. Ja, inderdaad. BMW Daling en sponsoring. BMW Daling en sponsoring van KSVO. Wat is het belang daarvan? Hoe zien jullie dat? Guido, ik denk als garage in het hartje van Oudenaarde dat het belangrijk is om de KSVO te sponsoren. Als je van Oudenaarde bent, moet je van Oudenaarde houden. Ik heb ook altijd school gelopen in Oudenaarde. Ik heb ook altijd gewerkt in Oudenaarde. Het zou jammer zijn mochten wij jullie niet steunen hierin. Traditiegetrouw sluiten wij de sponsor van de week af met een klein gesprek tussen onze voorzitter Kurt van de Putten en onze gast. Kurt, kan je ons zeggen wat sponsoring van BMW Daling voor een club als KSVO betekent? Wat betekent BMW Daling voor KSVO? Nou, ik denk heel veel. Het merknaam alleen al is toch een soort prestige, denk ik, ook voor de club. Met alle respect voor andere merken, maar BMW, en als je dan nog een echte fan zit van BMW, dan doe je dat toch dubbel plezier. Je kunt dat niet zeker. Ik ben dat zeker. Zeker. Ja. Maar ook het is niet alleen het aspect van de sponsoring. Ook hebben we hier al verschillende malen mogen gebruik maken van de infrastructuur. Voor receptie te houden, voor evenementen te houden. Er zit altijd een evenement in de pipeline. Hopelijk kunnen we dan na coronatijden dan toch iets verwezenlijken. Derde keer. Maar dat doet plezier dat we op zulke mensen kunnen rekenen. Ik zeg het aspect van de sponsoring is er, maar ook het wederzijds respect naar Koen en Katrien toe, naar meneer Danik toe. Die is er en ik hoop dat we die mensen nog veel plezier kunnen doen en dat we nog altijd samen in een goede samenwerking en met wederzijds respect voor elkaar kunnen verder doen de komende seizoen. Dank u wel, Koen. Dank u wel.